SOA's zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Het zijn besmettelijke ziekten die tijdens seks kunnen worden overgedragen. Voorbeelden van SOA's zijn chlamydia, genitale wratten, herpes genitalis, gonorreu, hepatitis B, syfilis en HIV. Klachten die op een SOA kunnen wijzen zijn geelgroene afscheiding uit vagina, plasbuis of anus, bloedverlies tijdens of na seks, pijn bij het plassen, pijn in de onderbuik en pijn of zwelling van de balzak. Ook kunnen er blaasjes, zweertjes of vratjes op of rondom de geslachtsdelen voorkomen. Maar bij de meeste SOA's heb je in het begin vaak helemaal geen klachten. Dus je kunt een SOA hebben zonder dat je er iets van merkt. Ook dan kun je er een ander mee besmetten. Als je er op tijd bij bent, zijn de meeste SOA's goed te behandelen. Als je SOA's niet op tijd behandelt, kun je ernstige problemen krijgen met je gezondheid. Zo kun je bijvoorbeeld onvruchtbaar worden van chlamydia. De meeste SOA's worden veroorzaakt door bacteriën of virussen. Die zitten in het slijmvlies, sperma, vaginavocht of bloed van iemand die besmet is met een SOA. SOA's kun je oplopen door onveilige seks met iemand die een SOA heeft. Seks is onveilig wanneer er contact is tussen de penis, de vagina, de anus, de keel of de mond zonder gebruik van een condoom of beflapje. Je kunt ook een SOA oplopen als je een vibrator of dildo direct na iemand anders gebruikt. De SOA's, hepatitis B en HIV kunnen ook via bloed overgedragen worden. Bijvoorbeeld via injectienaalden, scheermesjes of tatoeagenaalden waar besmet bloed op zit. Er zijn ook SOA's die tijdens de zwangerschap of bevalling van moeder op kind kunnen worden overgedragen. SOA's kun je voorkomen door veilig te vrijen. Zorg dat er geen bloed, sperma, voorvocht of vaginaal vocht op het slijmvlies van de ander komt. Gebruik daarom altijd een condoom, ook bij pijpen. Ook bij het likken van de vagina of anus kun je jezelf en de ander beschermen. Je kunt hiervoor een opengeknipt condoom gebruiken. Er zijn ook speciale beflapjes te koop, bijvoorbeeld via internet. Veilig vrijen is makkelijker als je goed bent voorbereid. Zorg bijvoorbeeld dat je condooms bij je hebt. En bedenk vooraf hoe en wanneer je veilig vrijen wilt bespreken. Wanneer je nog geen ervaring hebt met seks, kun je zelf alvast oefenen met het gebruik van een condoom. Heb je een vaste relatie? Laat het condoom dan pas weg als je allebei een SOA-test hebt gedaan en zo nodig behandeld bent. Testen kan je het beste doen 3 maanden na het laatste onveilige sekscontact, omdat sommige SOA's dan pas in het bloed zichtbaar worden. Neem geen risico met onveilige seks. Kies voor je eigen gezondheid.